Oké. Firma 2 voor 12 producties gaat nu Lieke van Lexmond halen. Ik ben echt een beetje later, maar zij gelukkig ook. En ik kom er net achter dat het kantoor van mijn manager bij ons om de hoek is. Dus ik red het net. Cool. Jij dan? Hey. Wow. Goedemorgen. Ja, onwijs leuk dit. Wat goed. Hey, maar hier zit dus gewoon jouw management. Bij mij is mijn management echt om de hoek bij jou. Maar één straat van jou vandaan. Waar wil je naartoe? Ik zou zeggen Cold Press Juicery. Want nu was je bij je manager, ja, die dus bij ons kantoor om de hoek zit. Dat ja, jullie kunnen echt in elkaars kantoor kijken. Ja, echt grappig. Ja. Maar, en mag ik weten wat je daar gedaan hebt? Ik had net een sessie met mijn zus, met Jet. Ja. Voor Zwitserland. Oh, wat leuk. Ja. Oh, ik hou van Zwitserland. Ja, het ruikt zo lekker. Oh. Ja, ze hebben ons gevraagd om een luiertas te ontwikkelen. Oh, dus dat is hartstikke leuk. Ja, we gaan voor Lexmond versus Lexmond. Dat zijn we ooit samen gestart. Ja. Omdat we het gewoon heel leuk vinden met elkaar samen te werken. En we hebben natuurlijk juwelen gedaan en dit is weer totaal wat anders. Maar dit wel natuurlijk heel erg jullie leven. Dat is het. We zijn gewoon heel erg praktisch en we houden ook van mooie dingen. Dus het komt nu heel leuk samen. Toen die kleine geboren werd, de eerste 6 weken, vond ik zo pittig. De combinatie van twee. Ja. En dat je dan schuldig voelt naar Vic, die dan eigenlijk helemaal nergens last van had. Want die was echt voorbeeldig. Hij was zo lief. En Zef was ook mega lief. Alleen Zef had in het begin... bleek een werveltje scheef in zijn nek. Dus daar kwam ik gelukkig na een paar weken achter. En toen was ook echt alles helemaal klaar. Hey, en dan ben je weer helemaal aan het werk? Ja, ik ben dus weer volop aan het werk. Na de juicery ga jij naar Emmeloord? Ja, ik ga naar Emmeloord. Ga je daar dan nog? Nou, ik heb alweer mijn laatste opnamedag voor CMC, voor de ziekenhuisserie. Oh ja, we zijn bezig met seizoen 2. En dat is wel echt heel leuk hoor. Het is echt leuk om weer te spelen, weer te acteren. Wat is jouw je liefde? Of toch, toch het acteren. Ja? Ja? Ja, als ik eerlijk ben wel, daar ben ik wel achter nu. Ik merk dat ik presenteren echt te gek vind. En dat doe ik natuurlijk ook heel veel. Ja. En dat ga ik ook nog steeds heel veel doen in de toekomst. Maar als ik echt moet kiezen... Ik ben ooit en wat op mijn 11e begonnen met acteren. En dat is gewoon, daar zit mijn liefde. Ik denk dat andere mensen jouw leven natuurlijk zien als heel één grote zonnestraal. Nee, maar is het ook wel hoor. Ik moet ook niet. Ik bedoel, natuurlijk is dat het niet. Maar ook weer wel. Ik heb gewoon een heel mooi leven. En ik ben hartstikke gelukkig. Ik heb een waanzinnig mooi gezin. Ik heb een fantastische man. Ik heb geweldig werk. Ja. Afkloppen. Ik ben zelf lieve gezond. Zus, en de mensen om me heen. Ouders, ja, het is echt heel fijn. Dus ik heb ook echt niks te klagen. Ja. Nou, ik heb wel heel erg... Ik zat ook over na te denken... dat ik jou weer zou zien. Dacht ik, ja, als je dochters hebt, zoals ik... dan zou je het heel fijn vinden dat dat... Jettekes en Liekes worden. Ja. Ja, zo ondernemend en lief voor elkaar. En hè, succesvol, maar nog steeds heel lief en hardwerkend en dankbaar. En... Ja, nou, mijn moeder is ook altijd heel lief. Die is ook altijd heel blij. En mijn wat is het geheim van je moeder? Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, ik denk dat je het al helemaal doet, joh. Weet je, het is... Ik weet gewoon dat als ik terugkijk naar onze jeugd... Het is gewoon, het was altijd onvoorwaardelijk. En dat is het nog steeds. Dus onvoorwaardelijke liefde. En ook zelfrespect, weet je wel. Dat je gewoon voelt dat je het waard bent. En dat je er mag zijn. Weet je? Dat hebben mijn ouders ons altijd heel erg meegegeven. Jij bent ook een tante met Down-syndroom, of niet? Ja, ja, ze is van mijn vader. Dus ik was hartstikke jong toen ik daar gewoon maandelijks in het tehuis zat. Ja. En tante Marijke bij ons in huis zat. Maar ook haar vrienden. Ja, ja. Waar je heerlijk afgelikt werd. Ja. En onder het snot en het kwijl zat. Ja. En dat was gewoon natuurlijk heel normaal voor mij. Ja. Dus dat is wel... Maar ik denk dat dat zo goed is dat je dat meemaakt. Ja. Ja, en dat dat ook een deel van de wereld is. En dat je dat misschien nu weer meeneemt met een lelijk eendje. Ja, eens. Nou, ik vind het gewoon mooi dat imperfectie is voor mij eigenlijk wel perfectie. Ja. Omdat het gaat... We zijn natuurlijk best wel gefocust op dat alles maar perfect moet zijn. Maar wat is perfect ten eerste? Oh ja, dat is... En dat zogenaamd imperfecte mens, dat leert je waarschijnlijk veel meer. Ja. Of opent veel meer deuren of ogen. Juist mensen die anders denken, die maken... Die komen vaak veel verder, omdat ze interessanter denken dan de massa. Ja, of op een andere manier. Ja. Of... En voor jouw kinderen, want jij zit natuurlijk dan best wel in Amsterdam en... heel anders. Totaal ander leven. Maar ik merk toch, ik denk er heel veel over na, omdat ik zelf zo ontzettend anders ben opgegroeid. Qua omgeving. Ik woonde echt in de natuur. En
Mijn vriendjes werkten op de boerderij. En ik was zelf op mijn 12e of 11e kistjes aan het papieren. Weet je wel, fruitkistjes. En daar had ik 5 cent, kreeg ik daarvoor per kistje. Maar ik merk ook dat, ook al zitten we nu in een stad waar het leven totaal anders is. En waar het waarschijnlijk wel gaat om hoe cool je eruit ziet. Of wat je draagt. Wat bij ons echt geen issue was. Ik bedoel, we liepen altijd in oude kleding. En dat maakte echt niet uit. Denk ik toch, dat hoop ik, dat het, dat de essentie hetzelfde is. Oh, nou cheers, hè? Maar, jij vindt autorijden ook lekker? Heel lekker. Gek, had ik ook wel verwacht. Eigenlijk vind ik bijna alle vrouwen die ik leuk vind... Vind je autorijden leuk? Ja, ik hou autorijden. Ja, ik vind het echt leuk. En wat vind je dan zo leuk aan? Ik deed al heel jong. Ik was echt heel jong. Ik was, denk ik, jaar of 10 of zo. Echt? Ja. Dan zei ik tegen mijn vader, mag ik de auto pakken? En dan pakte ik zijn sleutels. Mijn moeder mocht het eigenlijk niet, maar met mijn vader wel. En dan sneakte ik het tussenuit. En dan zag je mij gewoon, ik mocht alleen in zijn 1. En dan in zijn achteruit. Dus dan ging ik net zo hard achteruit als vooruit. Dus ik kan nu ook heel goed achteruit rijden door dat. Ja. Oh. En wat voor auto had hij? Weet je dat nog? Renault. Zo'n oude Renault had hij. Oh, wat is ja, leuk. Grappig, hè? Ja. Nee, dus dat deed ik dan de hele dag. Dat vond ik zo leuk. En ik kon ook echt niet wachten tot ik 18 werd. En heb je toen in 1 keer rijbewijs gehaald ook? Ja. Daar was ik helemaal gek van. Dat was eigenlijk, als ik eerlijk ben, was ik daar veel gelukkiger mee dan mijn diploma voor je examen. Ja. Ik heb nog een boekje voor je. Wat dan? Ja. Wat lief. Ja, dat vond ik leuk. Vond ik echt bij jou passen. Dit is echt het allerliefste boekje, vind ik, wat er is. Dat is namelijk, het is al heel mooi, maar het is ook nog heel mooi. Vol met heerlijke anekdotes, verhalen en wijsheden. Wat intens lief van je. Ja, wat ben je toch ook een zeldzame lieverd. Jij.